Ook hier stond een kwartier voor. ...21 mei 1997. Als jonge actieleider van Greenpeace stond ik op de kust van Normandië te kijken naar de golven die op de rotsen beukten. Tranen in mijn ogen. Want precies op die ene dag hadden wij de kans gehad om met een minutieus ontworpen actie de illegale lozingspraktijken van de nucleaire fabriek daar om de hoek bloot te leggen. Een actie die, daar was ik van overtuigd, de wereld zou veranderen. Maar we konden niet uitvaren. De wind was te sterk, de golven waren te hoog. En ik stond mijn teleurstelling te verbijten. Ik was razend op de wind, op de golven. We haalden ze het recht vandaan mijn plan weg te blazen. Ik wilde de zee op. En toen voelde ik de hand van de ervaren kapitein Albert Kuiken op mijn schouder. Diederik, jij moet nog leren dat je ook met al jouw strijdlust en inzet niet altijd kunt winnen. Het gaat niet door vandaag. Dat was 20 jaar geleden. Ik heb geleerd, maar ik vind het nog altijd moeilijk. Maar congres, ik sta hier niet alleen met teleurstelling. Ik sta hier vooral met dankbaarheid. Dankbaar dat ik 5 jaar uw politiek leider mocht zijn. Dat ik namens u mocht staan op de schouders van reuzen. Drees, Den Uyl, Kok, Bos, Cohen. En dat ik, staand op hun schouders, samen met u mocht reiken naar nieuwe idealen. Soms succesvol, soms vergeefs, maar altijd in het besef dat het mogen dienen van deze prachtige partij geen recht, maar een voorrecht is. En dat het dus ieder moment afgelopen kan zijn. Als u besluit dat het mandaat aan een ander wordt overgedragen. En op dat moment bedank je de partij voor de mooie tijd, maak je een buiging en stap je van het podium. En dat moment is nu aangebroken. Nou ja, over 1 minuut of 10, als ik nog een paar dingen tegen u heb mogen zeggen. De afgelopen weken mocht ik van velen van u hartverwarmende en lieve berichten ontvangen. Veel dank daarvoor. Maar het meest opmerkelijke bericht ontving ik van Henk Kamp. Het luidde: 5,45 cent per kilowattuur. Groet Henk. En toch deed dat berichtje mij alles. Die 5,45 cent, dat is de kostprijs voor de stroom uit het nieuwe mega offshore windpark dat voor de kust zal verschijnen. Het betekent een spectaculaire prijsdaling van windenergie op zee. Het is het succes van het energieakkoord. En ik staarde naar het berichtje op mijn telefoon. Ja, ik was verslagen. Maar een van de belangrijkste doelen die ik mijzelf stelde toen ik als jonge actievoerder 15 jaar geleden van Greenpeace in de politiek stapte, dat was behaald. De duurzame energierevolutie kan nu gaan beginnen. En daar ben ik ongelooflijk trots op. ...5,45 cent, goed Henk. De afgelopen 5 jaar in 20 leestekens. Geen poespas, hard doorwerken, resultaten boeken. Dwars door de verzengende waan van de dag heen. Dwars door al het effectbejag heen. Dwars door al het politieke spel heen. Vasthouden aan het doel dat wij onszelf in 2012 stelden. Namelijk Nederland weer in beweging krijgen na een decennium van padstellingspolitiek. Dit prachtige land verdiende immers zoveel beter. En het is gelukt. We hebben het verschil gemaakt. Niet alleen voor duurzame energie, maar ook voor werkgelegenheid, voor inkomensongelijkheid, voor de overheidsfinanciën, voor onze positie in de wereld. We hebben het verschil gemaakt voor mensen met een laag inkomen, voor kinderen, voor mbo'ers, voor wijkverpleegkundigen, voor werkzoekenden, voor miljoenen Nederlanders.
Kijk eens hoe het land ervoor stond in 2012. En zie de situatie nu. Terwijl de zwartkijkers zeiden dat het niet kon. En de cynici voorspelden dat het niks zou worden. Congres, deze partij heeft de afgelopen 5 jaar bewezen wat ze waard is. En daar ben ik ongelooflijk trots op en heel dankbaar voor. Maar 5,45 cent, goed, Henk, beschrijft tegelijkertijd ook de tragiek van onze regeerperiode. Politiek gaat uiteindelijk om meer dan mooie resultaten. Het gaat ook om vervoering, om inspiratie, om angst en om hoop. Daarin zijn we tekortgeschoten. Daarin ben ik tekortgeschoten. Het is mij onvoldoende gelukt om de mensen te winnen voor de kracht van het compromis. Voor de schoonheid van naar elkaar luisteren in plaats van tegen elkaar schreeuwen. En voor de belofte van elkaar met elkaar samenwerken in plaats van elkaar naar het leven te staan. Het was en het blijft mijn vaste overtuiging dat de politiek van de nuance uiteindelijk zoveel krachtiger is dan de politiek van het onwrikbare eigen gelijk. En dat resultaat boeken voor mensen op lange termijn zoveel meer waard is dan scoren voor de bühne. Maar net als 20 jaar geleden stond ik machteloos naar de golven en naar de wind te kijken. Want begrippen als nuance en op lange termijn leggen het af tegen de groeiende dominantie van de Bokito-politiek. En mijn onvermogen om daar voldoende overtuigend tegenwicht aan te bieden, dat vormt uiteindelijk de basis voor mijn voortijdig vertrek. Maar partijgenoten, ik vertrek met opgeheven hoofd en met dankbaarheid voor wat ik heb mogen doen. Dankbaar ook aan iedereen die mij daarin heeft bijgestaan. Allereerst natuurlijk de collega's van de fractie. Iets meer dan 4 jaar geleden startte een ploeg van 38 bevlogen sociaaldemocraten. Onder omstandigheden die zich nog het best laten vergelijken met de no-landing van een Boeing op een drukke snelweg. Daarover is al heel veel geschreven en gezegd. Maar wat veel te weinig is geschreven en is gezegd, is dat het succes van deze coalitie voor een heel groot deel dankzij al die fractieleden is geboekt. En dat er daarbovenop nog nimmer in de geschiedenis van de sociaaldemocratie een fractie is geweest die met zoveel eigen initiatieven, via wetten of anderszins, zoveel concrete uitvoering heeft durven geven aan onze idealen. En daarvoor verdienen jullie een enorm applaus. Ik ben ontzettend veel dank verschuldigd aan de collega's in het kabinet. Zo hard aan het werk dat ik jullie soms nauwelijks nog zag. Maar altijd in de buurt als ik jullie echt nodig had. Terwijl jullie zelf ook het nodige voor de kiezer kregen. Jullie waren de belichaming van wat deze sociaaldemocratie zo sterk maakt. De unieke combinatie van gedrevenheid, professionaliteit en loyaliteit. De beste bewindsliedenploeg die wij ooit hadden. Daarvoor ben ik jullie eeuwig dankbaar. Ik dank de geweldige vrijwilligers van mijn campagneteam, Team Doorknokken, die mij de afgelopen maanden Zij leerden mij de afgelopen maanden weer dat campagne voeren en plezier maken synoniem kunnen zijn. En dankzij jullie energie en enthousiasme zorgt de herinnering aan de laatste maanden als partijleider voor een grote glimlach op mijn gezicht. En dat is me heel veel waard. Dank jullie wel. Partijgenoten, ik wilde eigenlijk geen namen noemen in deze speech. Uit angst iemand over te slaan. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar ik maak voor een klein groepje mensen een uitzondering. De leden van Team Samson, die mij de afgelopen jaren bijstonden, vaak dag en nacht,
Want u mag zich gelukkig prijzen dat u mij maar op enkele momenten zag. Zij waren er altijd bij. Iedere minuut. Zij maakten mijn twijfel en mijn onhebbelijkheden mee. Zij corrigeerden me, ze spraken me moed in, ze remden me af waar nodig. Zij waren de stille kracht waardoor ik 5 jaar lang mijn droom kon najagen. Nooit in de spotlights, maar vandaag vraag ik een daverend applaus voor hen. Ga staan allemaal. Simon den Haak, Rens Nissen, Lianne Raap, Matthijs van Neerbos, Willem Hinskens, Cielo Esaias, Heite de Jong, Saar van Buren en natuurlijk Koos Berger en Corrie van Eendenburg. En ik kan niet wachten tot één van jullie mij ooit een keer laat zien wat jullie in vredesnaam allemaal met elkaar wisselden in de WhatsApp-groep met de naam Team Zonder Diederik. Daar moet een boek in zitten. En tot slot wil ik nog één persoon speciaal noemen. Dat is de man met wie ik de afgelopen jaren het innigst heb samengewerkt. Zonder dat we elkaar al heel lang kenden. Zonder taakverdeling. Zonder hiërarchie. Maar met één cruciaal ingrediënt. In Den Haag een zeldzaam ingrediënt. 200% onderling vertrouwen. Nooit beschaamd tot de dag van vandaag. Een van de meest getalenteerde politici die we ooit zagen. En bovendien nog een bijzonder aardige vent ook. De afgelopen week zaten wij thuis bij mij aan tafel lang te praten. Over wat er gebeurd is en wat er gebeuren moet. En natuurlijk, onze onderlinge strijd was ingewikkeld. Maar ons gesprek voelde meteen weer vertrouwd. En toen realiseerde ik me pas dat misschien wel de belangrijkste reden dat ik mij kan verzoenen met de overdracht van het politiek leiderschap is dat ik het aan jou kan overdragen. Lodewijk, dank je wel. Congres. Voor mij eindigt het avontuur hier. Voor jullie niet. De karavaan gaat verder. Dat is de macabere schoonheid van de politiek. Dat is ook wat deze beweging zo bijzonder maakt. Niemand is groter dan deze fantastische partij. Een partij die, net als de jonge actievoerder van 20 jaar geleden, soms tegen harde wind en hoge golven aankijkt. We zien het om ons heen. Moeizame peilingen. De opkomst van populistische krachten die druk zet op de sociaaldemocratie. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Maar partijgenoten, dat is niet voor het eerst. En de partij waar ik zo van houd, die realiseert zich toch dat de worsteling van haar idealen met de werkelijkheid nooit af is. Bij ons is een nederlaag nooit permanent. Bij ons blijft een teleurstelling nooit zonder vervolg. En voor ons kent een falen maar één antwoord. Een nieuwe poging. En ik ben ervan overtuigd dat de sociaaldemocraten juist nu hun kracht kunnen en moeten laten zien. En mag ik daarbij één ding aan u meegeven? Weersta de verleiding van de makkelijke megafoonpolitiek. Blijf trouw aan onze bekering tot het zondig ras der reformisten die daarna ooit opbiechten. Blijf op zoek naar de kleine stapjes op weg naar de wereld van onze idealen. Omdat 7-mijlslaarzen echt alleen in sprookjes bestaan. Laat zien dat een betere wereld gediend is bij een politiek die passie voor idealen koppelt aan de wil om elkaar de hand te reiken. Laat anderen het Haagse spel van uitsluiten en afbranden maar spelen. Laat de Partij van de Arbeid de partij zijn die nadat ze de afgelopen jaren Nederland weer in beweging heeft gekregen, nu Nederland bij elkaar kan houden. En voer een verkiezingscampagne vanuit zelfvertrouwen. Trots op wat er is bereikt. Zelfbewust over wat er daarbij nog niet is gelukt. En gepassioneerd over wat er nog moet gebeuren. Samen met een krachtig programma wat u gisteren vaststelde. Met een fantastische lijst die u zo meteen gaat vaststellen. En met een geweldige lijsttrekker die u al heeft gekozen. Heb ik alle vertrouwen in een mooi resultaat. Ik ga dat van dichtbij volgen. Het gaat u goed.